is basisschool Kremel. Willen jullie ook een vrienden worden? Vinden jullie wiskunde, wetenschap, techniek, technologie en ICT ook zo fijn? Dan moet je bij Klimop zijn. We zijn ervan overtuigd dat je na Klimop zowat alle richtingen uit kan in het middelbaar onderwijs. Maar als je stemrichting kiest, heb je natuurlijk wel een streepje voor. Na deze korte inleiding neem ik jullie mee op tocht door heel de school. Volg de gids. We vinden het superbelangrijk dat je graag naar onze school komt. Daarom laten we onze kleuters iedere dag kennis maken met leuke en interessante dingen. Zelfstandigheid is belangrijk, maar het werk in de groep natuurlijk ook. Zo hebben de leerkrachten extra aandacht voor techniek, technologie, ICT, wetenschappen en wiskunde. Niet vergeten, wij zijn een warme en groene school en we spelen en eten ook buiten. Ook Turnen gaat door in open lucht en dat geldt voor de kleuters en de leerlingen van de lagere school. Ik speel hier niet de hele tijd, kijk maar even mee met de les wiskunde. Hallo, ik ben juf Inge, ik ben de zorgcoördinator. Wij bekijken dus voor elke leerling wat hij of zij nodig heeft. Dat kan gaan om gemakkelijkere oefeningetjes of een moeilijkere taken. En wanneer de moeilijkere taakjes nog niet voldoende zijn, dan kan het zijn dat een meer of hoogbegaafde leerling naar de plusklas komt. Er wordt niet enkel gewerkt aan kennis en vaardigheden, maar ook aan je werkhouding, je persoonlijkheid en je positieve gedrag, zowel in de lagere school als in de kleuterschool. Wij denken hierbij steeds aan onze missie. Kinderen in een warm nest leerkansen bieden en kansen leren benutten door hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot mondige, respectvolle en zelfstandige tieners met zelfkennis. Mag ik jullie eventjes voorstellen aan de directeur en een aantal leerkrachten? Weet je wat dat onze school nog leuker maakt? Onze eigen schoolbus. Warme maaltijden zijn hier ook heel lekker. De NAVO-academie. De huiswerkklas. In de lagere school werken we volgens ADI-principe om nieuwe leerstof aan te brengen. Wie het al kan, gaat zelfstandig aan de slag. Wie een beetje hulp en uitleg nodig heeft, krijgt die van de juf. Wie daarna nog meer hulp nodig heeft, werkt samen met de juf. Binnen een paar jaar staat hier een splinternieuwe school die van binnen en van buiten nog beter past bij onze missie en onze visie en de visie van Invento, onze schoolgroep. Ben je benieuwd? Wil je graag meer info? Kom je graag langs voor een rondleiding? Of wil je meteen inschrijven? Kijk dan zeker eventjes naar onze website of contacteer ons meteen.